In de jaren 80 en 90 groeide Gaatske Wiersma uit als het gezicht van de vogelpits. Benammen door haar grote inzet van vogels die het slachtoffer waren van olielozings, kregen ze nationale bekendheid. Dit kwam mij door een vogelwasmachine die ze broekten om de besten skin te spelen. Wij zijn de eerste die de zand kregen op levende vogels uit te proberen. En nou ja, zelfs CNN moet er van AM komen. Dat biedt te zat voor hun. Van het verzwarging van vogels had Wiersma een koninklijke onderscheiding gekregen. Maar het allermooiste van haar werk vond ze het moment waarop de vogels weer loslitten werden konen. Ik denk dat ik de gelukkigste Sinterklaas ben geworden. En dat ik het mooiste cadeau wij aan mij van alle Sinterklaas. Want ik mij uw vogels, dus die wij verzwarigen, haar joh, de vrijheid Jan. Wat is er nou een mooie vrijheid Jan. Gaatske Wiersma is 66 jaar geworden.